De panic room, oftewel de kamer waar je jezelf in kan opsluiten mocht een keer ingebroken worden. Toen ik het hoorde dacht ik ook, huh? Hoe kan dat nou? Wat is dat voor gek iets? Maar... Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug eens bij een nieuwe vlog. Hallo, moeder. Hi, son. Zo. Son. Hallo. Son. Hi, mother. Hi, son. Ik zei moeder. Oh, hoi, zoon. Hey, moeder, kijk eens, jongens, we hebben hier lekker een dommetje liggen. Lig je te spelen? Kijk. Oh, je hebt een nieuwe batterij gedaan. Ja, oh. Minder. Kijk dan, donder. Dat is leuk. Ja, dit is een speeltje waar toen wij hem gingen ophalen, jongens. Hiermee lag hij vanaf de eerste dag dat we hem zagen, lag hij hiermee te spelen. Dus dat herkent hij nog echt gewoon, misschien helemaal van vroeger. Oh, lekker dingetje. Hij is knap, hè? Hij is super knap. Nou. Ja. Hij wordt echt zo'n dikke, dikke kater, denk ik, jongens. Kijk hem liggen. Ja, hij heeft hem te pakken. Ja, goed zo. Zo, jongens, als ik de gordijnen hier open ga doen, dan zijn ze alweer lekker bezig met het zwembad. Kijk, oh, ik zie daar iemand op een kraantje voorbij gaan. Kijk, die rijdt daar net de tuin uit in de verte. Maar als ik hier de gordijnen open doe, dan zie je dus al echt een heel stuk... Ja, liggen daar. Het is een soort van, het lijkt een beetje op een opblaaskussen wat daar ligt. Maar ik zal het straks even laten zien wat dat precies is. Waarschijnlijk als ik dit vertel, dan geloof je mij niet helemaal. Maar dit is dus om het zwembad te vullen. Dit is het water voor het zwembad. Dit wat hierin gaat. De kraan loopt dus al de hele tijd. Eigenlijk, kijk, ik kan het laten zien. Zie je? Dit is water. Dit is geen lucht dus. Er zit gewoon allemaal water en er ligt ook een slang in. En dit water is dus om dinsdag, wanneer die over het huis getild wordt, gelijk het zwembad mee te vullen. Zodat je dat dus niet via de kraan hoeft te doen. Want blijkbaar als ze dus het zwembad erin gaan tillen, heeft het met bepaalde tegendruk te maken. Dat het er goed voor is als het bad dus gelijk gevuld is met water. Kijk, als je vanaf dan opnieuw de kraan aan moet zetten en dan helemaal moet vullen, dan ben je weer een dag bezig natuurlijk. Dus vandaar, ik moet vanavond rond een uur of 12 volgens mij, moet ik de kraan uitzetten. En dan staat dit ding helemaal bol als het goed is. En dat is dus ook al een heel deel dus van het water wat daarna erin gaat. Ik zie alleen wel een dingetje. Oei. Kijk, hij lekt. Oei. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Nou, het is misschien minuscuul dat het niet heel erg uitmaakt. Maar eigenlijk dinsdag wordt dus ook gelijk al het bad gevuld. En vandaar dat dus dit ding hier ligt. Toen ik het hoorde dacht ik ook, huh? Hoe kan dat nou? Wat is dat voor gek iets? Maar ja, blijkbaar met, wat ik al zei, bepaalde tegendrukken en dingen en beton. En nou ja, ze zullen het vast dinsdag allemaal uitleggen waarom dat is. Maar daarom moet dit dus alvast gevuld worden. Ik ben wel benieuwd hoe bol die dan gaat staan. Want als ik hem echt de hele dag moet laten vullen, dan komt er dus echt heel veel water in. Ik dacht namelijk eerlijk gezegd ook dat het gewoon dinsdag plaatsen was en dan bijvoorbeeld dus de dag daarna dat je dan gewoon de tuinslang erin moet leggen en dat die dan automatisch gaat vullen, maar dat is het dus niet. Het is niet gewoon zoals een zwembad wat je opzet en dat je dus gewoon de tuinslang op erin legt. Het is dus echt op een andere manier. En wat er ook nog wel is aangelegd, ja, ik probeer toch eventjes alles een beetje up-to-date te houden. Elke kleine verandering die er ook gebeurt wil ik toch een beetje met jullie delen, zodat voor de mensen die het interessant vinden... Ja, je toch een beetje een idee bij krijgt van hoe gaat dat nou, zo'n zwembad. Nou, let op. Ze hebben dus ook vandaag hier allemaal leidingen gelegd. Zie je, dat gaat dus allemaal hier langs. Nou, dat wordt dan dus daar ingegraven. Hoppa, kijk eens. Hier liggen ook nog leidingen. En wat dus het gekke is, ik ga heel eventjes hier op de modderboer staan. Hier hebben ze het een beetje plat gemaakt. Kijk, want die leidingen komen dus straks allemaal. Let op. Zo, hey, ik ben hier ook nog niet geweest trouwens. Nice! De tuin is echt erg, hè? Oh. En ik heb het zo vaak gezegd in mijn vlogs van, oh, wat ben ik blij met het gazonnetje. Het ziet er allemaal zo mooi en strak uit. Nou, dit is wel de eerste keer dat ik weer hier kan komen. Oh, kijk, hier hebben we nog gras. Dat is ook echt het enige, want voor de rest is het ene modderhoop. Maar ze gaan dus een huisje bouwen in de tuin. En als denk je, een huisje? Huh, waarom een huisje? Ja, er komt hier dus een techniek... huisje. Die is helemaal uitgezet hier met paaltjes. Kijk, hier staat een paaltje daar en daar. Dus ze gaan hier een huis bouwen. En dat huis, of nou ja, huisje, dat zorgt er dus eigenlijk voor dat het hele zwembad automatisch gereinigd wordt. Dat het allemaal op peil blijft. Dat alles goed wordt bijgevuld. En het is zelfs zo handig dat in dit huisje zit straks een soort van controlepaneel. Dat wanneer er iets mis is met het zwembad, dan gaat er een lampje branden. En dan krijgen ze ergens verderop een seintje van, oh,
er is iets mis met, weet ik veel, het chloor. Ik zeg maar eventjes iets. En dan kunnen zij dus mij opbellen. Of de nieuwe bewoners dus. En dan kunnen ze dus gelijk langskomen om dat dus te fixen. Zodat je zwembad altijd schoon blijft, altijd netjes en altijd mooi. Dus dat is wel echt een voordeel ook aan die Starline zwembaden. Wat dus hier erin komt. Zo, en dat was eventjes de zwembad-update voor vandaag. Dat huisje wat ze dus gaan maken wordt waarschijnlijk een beetje in dezelfde stijl als wat je hier ziet. Een beetje dit, gewoon dat zwarte hout. En ik zie daar iemand binnen zitten. Hallo mevrouw. Huh? Wat? Hoi. Die deur gaat ineens open. Die? Ik maak die net dicht. Spoken. Spoken. Grapje. Wat? Ik weet het niet. Wat dan? Hoe kan dat dan? Wat? Ik weet het niet. Zal ik hem eens dicht doen? Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Nee. Huh? Geen idee. What the fuck? Jij zit lekker aan een gezond bakkie. Ja. Lekker. Lekker. Het is tijd om even de deur uit te gaan, jongens. Ik moet namelijk even een cadeautje halen voor Hanwee. Want vanavond zijn we dus uitgenodigd omdat Hanwee morgen 23 wordt. En, of 24. Ik ga zo even het WhatsApp berichtje opnieuw lezen. En hij organiseert vanavond dus een etentje in Amsterdam. Dus ik ga natuurlijk wel eventjes een cadeautje ook voor hem halen. Alleen ik hoop dat ik eruit kom. Want hier staat de auto van mijn moeder. Waar ze nog steeds trouwens super blij mee is. Blijft ook wel echt een leuk ding, hè. Die kleur. Echt, ik herken deze kleur uit duizenden. Het zou niet mijn eerste keuze zijn. Maar mijn moeder is er super blij mee nog steeds. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ik denk dat ik gewoon even een fles drank of iets voor Hanwee ga halen. Dat is altijd wel goed, denk ik, toch? Wat moet je voor Hanwee nou nog halen? Drank. Ja, ja, dat is het enige, toch? Ja. Ik denk het ook. Ja, ik zou het echt anders niet weten, jongens. Kijk, Hanwee is ook zo'n iemand die, zeg maar, als hij iets wilt hebben, dan koopt hij het zelf wel. Dus ik zou het ook echt niet weten. Die man heeft ook niks nodig volgens mij in zijn leven. Dus een flesje drank. Het gaat om het gebaar uiteindelijk bij het cadeau natuurlijk altijd. Dus ik denk dat dat sowieso wel goed is. We zijn er. Ik ren even snel naar binnen. Kan jij even lekker blijven zitten? Yes. Goed, hè? Goed in verdeling een keer. Normaal is het andersom. Yeah. Dan ren jij altijd de supermarkt in. Nu mag jij. Ja. A few moments later. Oké. Jongens, ze hadden dus Aziatische spullen, maar ze hadden helaas niks Chinees. Dus ik dacht, nou, ik haal dan wel iets Aziatisch. Let op. Japanse sake. Oeh, ziet er wel heel lekker uit. Lusjes sake eigenlijk? Ik heb het al eens gedronken, maar weet je dat het misschien lullig is? Dadelijk denkt Hanwee dat ik denk dat hij Japans is. Terwijl ik weet overduidelijk dat het een Chinees is. Nee, dat kun je toch gewoon zeggen? Ja, ik zeg, als ik het cadeautje geef, dan zeg ik al, ik weet dat je Chinees bent, maar ze hadden geen Chinese sake. Is het überhaupt... Weet ik niet. Sake volgens mij Japans, ja. Maar vandaar dat ik dus deze gehaald heb. Oké, hartstikke mooi. Het gaat nog wel eens om het gebaar, dus hé jongens. Hey, dus vandaar. Zo, we zijn weer terug. Ik heb eventjes wat anders aangedaan. En jij hebt ook even wat anders aangedaan. Ja. Ready? Ja, bijna. Bijna? Dit is wel echt een mooi pak trouwens. Het is leuk, hè? Ja, echt een mooie. Een lintje om en dan ben ik ready. Nou, mooi. Oké, jongens, we hebben dus geen plakband meer. Dus mijn moeder zegt, ja, ik kan het ook wel met tape inpakken. Ja. Nou, ik heb het ook ooit één keer eerder gedaan. Toen had ik het cadeau van Lin ingepakt met tape. Het lukte wel, moet ik zeggen. Dus misschien dat het hier nu ook wel lukt. Zal ik het ophouden? Kijk, gelukkig had ik dus nog papieren in huis. Ze vroegen ook daar aan de balie van, ja, moeten wij het voor je inpakken? Toen zei ik, nee, komt goed. Want ik dacht, dan kan ik het cadeautje nog even filmen. Maar ja, achteraf had ik het beter wel kunnen doen. Hoe knip jij? Ja, sorry. Het lukt toch nog aardig gelukkig. Cadeautje is mooi ingepakt. Nou, top. Mijn moeder heeft weer een lekkere schoonmaak gehad vandaag. Moeders, dankjewel. Ja, daar loop ik er ook zo bij, want het is zo bloedheet. Dat maakt toch niet uit? Mijn werk of niet? Mijn moeder zei net dadelijk, denk je, kijk eens dat ik de zomer in mijn bol heb. Maar dat komt omdat ze natuurlijk lekker bezig is hier. Nou. Dan krijg je het lekker maar. Hey, ik kom niet meer naar binnen, want ik zet al... Ik zet één stap. Ik heb gedweld. Nee, niet, ook hier. Ja, tuurlijk, zie je dat niet? Oh, geef me die handdoek die erin zit. Nee, dit wel staat er nog. Als ik weg ben, dan doe ik wel nog. Oh, je hebt die nog niet gedraaid? Wel waar? Oh, wel? Nou, zie je, kan je dat niet zien? Nee, ik zie het niet. Jeetje, man. Oh, joh. Dat is hartstikke vies. Oh, ja. Ja, ik zie het. Ja. Nou, die moeders. Nou, veel plezier. Yes. Tot gauw, ja. Hier. De groeten. Groeten aan Hanwee, hè. Geef maar een dikke kus van me. Oh. En de volgende keer gaan we een shortje doen. Hoezo dat? Nou, ik doe een handbeen in die kant. Oh, oké. Is goed.
Nee! Ja, Han is altijd verliefd op mijn moeder, inderdaad. Zegt hij altijd. Dus dat is mooi. Nou, Link komt ook mee, dus we gaan de auto in. Oh, trouwens, ik moet wel even checken of ik een jas mee heb. Wacht even met de deur dicht doen. Heb ik een jas mee? Ja, ik heb een jas. Zuidas, Amsterdam. Mijn favoriete stad. Not. Not. Wat is jouw favoriete stad in Nederland? Amsterdam. Ja, voor jou wel, hè? Ja. Oh, oh. Ja, dat is best wel erg eigenlijk. Ja, jij zou er gaan wonen gewoon. Ja. Ja, jongens, bij mij blijft het voor altijd. Voor altijd Rotterdam. Sowieso. We zijn al lekker onderweg. Maar Lin zegt nee, dat ze nog steeds zo blij is. Ja, zo blij. Ik ben zo blij met de ketting. Iedere keer als ik een foto terugzie en ik zie die ketting hangen. De lengte is perfect. Het is zo mooi. Het is echt een goed cadeau geweest. Ja, ik ben echt blij. Ja, ik heb hem nog nooit afgedaan. Laten we nog eens één keer zien. Kijk jongens, het schelpje van inderdaad... De Kroes. De Kroes. Ja, super mooi. Ja, ik was echt een goed idee van mij. Al zeg ik het zo. Heel goed idee, ja zeker. Ja, ja. We zijn er, de Zuidas jongens, Amsterdam. Kijk eens de mooie torens hier zo. Ja, ik vergeleek het altijd met de Kop van Zuid waar ik woonde in Rotterdam. Oh, kijk eens mooi lang. Oh, ik schrik me dood. Oh, die moet even filmen. Daar stoppen we even voor. Oh. Ja, 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 ja. Ja, je hebt hier mensen met geld. Dat kunnen we wel duidelijk zeggen. Daarom moet Han weer hier ook. Nee jongens, we gaan even een plekje zoeken in de parkeergarage. En we zijn eigenlijk al echt een uur te vroeg. Dus ik dacht, het komt ook wel mooi uit. We kunnen nog even lekker bij Han weer naar binnen. Want hè, dat is lang geleden. Wow, yo, het parkeren is hier gewoon 3 euro. En dan denk je per uur. Per 18 minuten jongens. 3 euro per 18 minuten, dat is toch belachelijk. Dat betaal je gewoon 12 euro per uur gewoon. Hè? Ja, echt niet normaal. Het is echt... belachelijk. Het is 7:15 s'avonds. Nou, ik ben heel benieuwd hoe laat we vanavond klaar zijn. Dat is echt, echt bizar. Ja. Hoe kunnen ze dat vragen? Is dat dan puur omdat ze gewoon auto's willen verbannen uit het centrum ofzo? Of hoe zit dat? Dat kan je toch... Wow, yo. Nou ja, genoeg geklaagd. Anders had ik mij niet hier moeten zetten. Dus we gaan eruit. En wat dus het mooie is, nou ja... Eigenlijk echt belachelijk. Dit is dus ook de parkeergarage waar toen de tijd is ingebroken in mijn auto. Toen had ik hem daar staan. En in Vincent's auto. En in de Ricardo's auto. Maar ja, je kan bijna nergens anders parkeren. Dus je moet het er eigenlijk maar op wagen. Dus ik hoop dat het goed komt. En dan alsnog durven ze gewoon dat bedrag te vragen. Dat is toch belachelijk. Ja, als er dan ook nog wat ingebroken. Ja, dan verwacht je toch eigenlijk wel gewoon dat daarop gelet wordt. Ja. Zeg maar, er zit ook helemaal niemand hier bij de beveiliging. Hè? Vincent en ik hadden toen bedacht dat misschien wordt hier gewoon iemand omgekocht. Dus dat ze gewoon zeggen van, joh, als jij nou eventjes een half uurtje weggaat. Weet je wel, dan geven we jou 150 euro als bonus. En dan doe je even je ogen even dicht, zogenaamd. Maar ja, daar ga je nooit achter komen waarschijnlijk. Hallo. Hallo. Hi. Gefeliciteerd. Dank u. Morgen toch? Ja, morgen. Nou, vannacht. Ja, vannacht. Nee, ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Ik heb alvast een cadeautje, man. Dank je wel. Schoenen uit? Schoenen uit, ja. Moeten we ook sokken uit? Ja, man. Jij wel. Jij mag ook je sokken uit doen. Ik heb een cadeautje. Oh, dat is hier. Hey. Hey. Ze liggen er elkaar aan. Is het? Jimmy? Oh, hallo. Hi. Hey, gefeliciteerd. Met? Ja, ik zal het niet. Oh ja. Ja, 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 ja. Huh? Waarmee? Dat was toch onlangs, benieuwd? Ja, klopt, man. Haar? Ja, ja, bro. Even het over, hè. Ja, dat is grappig, hoor. Oké. Wat wil je vertellen, man? Ik weet niet eens of je het lust. Het is Japans in plaats van Chinees. Wat? Ze hadden geen Chinese, man. Ik zeg, laten we het nu proberen. Ja, is goed. Heb ik wat? Hebben ze geen Chinese sake? Bestaat dat niet? Of is dat echt Japan? Oh, vandaar, ja. Ja, toch wel, hè? Ja, ik dacht wel. Hé, hey, maar alsnog, bedankt. Dankjewel. Dank je. Die katten van Nathalie en Hanwee zijn ook zo schattig. Kijk dan. Ja! Jij kijkt zo zielig uit je ogen. Ik ga hem even oppakken. Ik heb geen idee wie het is. Wie is Coco. Dit? Coco! Dit is Coco. Kijk hoe zielig die is. Oh. Het zijn dus 2 vrouwtjes. Wij hebben 4 mannen thuis. Maar vrouwtjes zijn toch weer net even iets anders. Kijk ze lekker lopen. Hey! Merk je echt verschil dan? Oh. Ja, weet ik niet. Bij mij waren de vrouwtjes altijd wat minder aanhankelijk. Deze zijn wel aanhankelijk. Ja, ja, ja. Ik vind ze ook wel echt... Ze komen wel gewoon echt naar je toe. Kijk hoe zielig die kijkt.
Geef de baas geen eten. En nou, ze denken dat je een eten gaat geven. Ja. Zijn ready, man. Geld is op. Geen eten meer. Sorry, jongens. Meiden, dat doe ik. Oh. Kijk even hoe smooth deze man eruit ziet. Zijn schoentjes, paraplu bij. Wow. Nieuwe stijl, hè? Ja, en dit is precies de stijl die Natalie leuk vindt. Ah, goeie. Ja, van een beetje netjes zo. Ja, netjes, man. Zij klaagde altijd dat ik er alleen maar uitzag als een zwerver. Altijd gewoon hoodie of sportshirt of dat. Bro, ik ook. Ja. Oké, maak je uit. Nou, we gaan even naar het restaurant, maar we gaan eten. En als het goed is, hoeveel mensen heb je uitgenodigd? 30. Voor. Klein feestje. Je hebt zoveel vrienden. Ah, wat een kut weer. Jeetje, jongens. Oei, oei, oei. Ja, mijn auto staat dus aan de overkant daar. Ik hoop dat het goed gaat. We zitten. Hij werkt niet, man. Hij werkt niet. Hij probeert de aandacht te krijgen. Nou, dames en heren, op verzoek van Laurens, hier een speech van mij. De uitnodiging was heel last minute. Ik was nog eens bij iedereen gekomen, dus ik weet niet hoe dat is gebeurd. Ik wil vast jullie bedanken voor het komen. En op een gezellige avond! Hey! Ja, hoor, op jouw verjaardag. Dank u. Lekker, man. Goeie speech. Ja. Nou, we zitten aan tafel. We hebben lekker eten. Ik ga voor de tartaar. Goeie. Oh, deze knappe jongen is er ook weer bij. Hey, knapper. Hi. Hey. Gezellig, hè? Ja, heel gezellig. Die knapper ook. Oh. Good boys. Ja. Zijn kindje ligt lekker te slapen. Laat het even zien. Lekker. Kijk staan, vlees, allemaal lekkere dingetjes. Zo, dat was even gezellig. Weet je wat ik maar ineens bedenk? Nou? De PlayStation 5 ligt nog achter in mijn auto. Ja. Oh, dit is en zo dom. Dit is de plek. Waar dus ook is ingebroken. Nee, dat gaat niet in. Dat is niet ja, dit praat je alleen maar zodat je hoopt dat het niet gebeurd is. Manifesteren. Ja, manifesteren inderdaad. Ik bedenk me net, ik heb natuurlijk aan jullie beloofd dat ik de PS5 zou weggeven. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Omdat ik het heel moeilijk vind om een winnaar uit te zoeken. Is gewoon echt ontzettend lastig. Maar nu bedenk ik me ineens, shit. Die lag gewoon nog achter in de auto. En dat daarnaast dat hier al een keer is ingebroken in mijn auto. Dus we gaan het zien. Ik ben ook heel erg benieuwd wat ik moet betalen voor mijn parkeerkaartje. Gaat het een aardig prijs worden? Dat gaan we zien. Wat moet ik doen? Ik gok 80 euro. Wat denk jij? Oh, dat zou echt heel erg zijn. Nee, dat zou toch wel een maximaal tarief zijn? Ik weet niet. Wat denk jij? Oh, hier staat het. Oh, nee, wil niet kijken. Wat denk jij? Weet ik niet. Wat staat er? Nee, wat denk je? Dan 80. Oh. Maar kijk dit. 3 euro per 18 minuten maximaal. 80 euro. Oh, dat is het maximale dagtarief. 80 euro. Nou, ik zeg, maar 39 euro voor 3 uur parkeren is dus nog wel echt next level. Wat weet je wat gek is? No? Normaal is het ook door de week goedkoper dan in het weekend. Ja. Hier is het gewoon door de week duurder dan in het weekend. Oh, maar misschien omdat hier ook heel veel zakenmensen zijn dat natuurlijk. Denk ik. Ik bedoel, de Zuidas is best wel ook een zakelijk gebied. Dus ik denk dat heel veel mensen inderdaad in het weekend hier sowieso niet zijn. Dus dan is het allemaal veel drukker ook in het parkeergarage. Dat is de logica erachter, lijkt mij. Slim jongen. Ik ben super slim. Ik heb VWO gedaan. Ik zie mijn auto en het ziet er naar uit dat die nog heel is en dat er niet is ingebroken. Ik zei het toch? Goed zo. Kijk. Ja jongens, gemiste kans. Er ligt een PS5 achterin. Gemiste kans. Dadelijk gaan ze de volgende keer uit de pot slaan. Oké, gelukkig. Wat ik wel gelijk even ga doen is dus PS5 eruit halen als ze thuis zijn. Lijkt me wel zo handig. En nu is het rijden naar huis. Maar waar ik dus best wel benieuwd naar ben is, wat nu zeg maar... Ik vraag al eens nu af, hè. Stel je voor, vullen nu het thuisadres in. Dat is dan een uur en... Oh, 58 minuten, oké. Maar stel je voor, we zouden straks op het nieuwe adres wonen. Moet je even niet dit filmen? Nee, ik had wel ingezoomd. Wat is dan... Hoe lang we moeten rijden? Oké, een uur en 11 minuten. Nou, dat valt dan dus echt zo mee. Dat is dus een kwartiertje lang. 13 minuten. 13 minuten, nou, waar praten we over, jongens? Dat valt een reuze mee. Terwijl je dan gewoon eigenlijk helemaal in Brabant zit al, hè? Ja. Die snelwegen, dat is echt wel nice. Het ligt dus, het huis, ligt ook best wel
naast de snelweg, jongens, waar we dus gaan wonen. Dus dat is ook echt wel een goede locatie voor ons sowieso. En we zijn weer thuis. En ik mocht de kraan uitzetten. Even kijken. Hoppakee. Duurt even. Hoppa. Die is uit. Oké. Als het goed is. Ik ga er even naartoe lopen nog, jongens. Oh, het is echt donker en glad hier in de tuin. Ik moet echt uitkijken dat ik niet op mijn bek ga. Wow, het is inderdaad echt wel een opgeblazen kussen geworden. Zie je dat? Helemaal vol met water. Nou, ik hoop wel. Kijk, want dit blijft wel echt raar. Hij blijft lekker hier. Zie je? Er blijft een straaltje uitkomen. Ik hoop niet dat dat te erg is. Ik hoop dat ze zelf ook op de hoogte zijn daarvan. Anders is hij straks weer leeg. Morgenochtend. Oh, onze babyanemonen. Zie je al deze kleine spukkeltjes hier? Allemaal babyanemoontjes. Ja. Zo, het aquarium heeft vandaag weer een hele opschoonbeurt gekregen. Dus dat is mooi. Ik vraag me af of al die eitjes uit gaan komen. Want het is wel echt een kwekerij dus hier in huis blijkbaar van allemaal anemoontjes. Dit? Ja. Zie je het? Oh. Cool, hè? Zo, is zo'n visje. Ja, dat worden Nemo-visjes. Zitten hun dan daarom de hele tijd bij te zetten? Ja, die zitten het te beschermen. Kijk, zitten met z'n tweeën daar erbij, want ze beschermen hun eitjes eigenlijk. Oh. Schattig, hè? Ja. Kijk, dit bedoel ik ook weer, jongens, hè. S'avonds. Ik vind dat aquarium echt, dat het echt sfeer geeft. Schat, vind je niet? Huh? Als je zo naar de keuken kijkt. Het brengt wel echt iets in huis. Het brengt wel een sfeertje. Gewoon echt een levendig... Ja, wel gezelligheid. Ah, ja, ik wil echt niet van mijn aquarium afhalen, jongens. Oh, ja, kijk, deze blijft hier sowieso natuurlijk. Dus de bak, zei ik al eerder. Ah, het brengt toch altijd wel een gaaf iets. Vooral hier omdat hij zo lijp is ingebouwd in de muur natuurlijk. Dan staat het helemaal gaaf zo bij dit complete plaatje. Hier, dit is natuurlijk helemaal dik. Deze is ook mooi, hè, jongens. De mandarijn pitvis. Kijk hem eens. Oh, prachtige vis. Prachtig. Die kleur alleen al. Jongens, echt, tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds zoveel vragen van jullie. Gio, kan je alsjeblieft die panic room laten zien? Ik moet eventjes dit een beetje schoonmaken. Maar, zoals ik al eerder heb aangegeven, ik weet niet of ik dat in de vlog heb aangegeven, of in een comment volgens mij, de panic room, oftewel de kamer waar je jezelf in kan opsluiten mocht er een keer ingebroken worden, kan ik ook niet laten zien, want het is niet netjes tegenover de nieuwe bewoners van het huis, zeg maar. Want dat is voor hun ook een safe room. Stel je voor, ze willen daar iets in op bewaren of wat dan ook. Dus ja, vandaar. Dat kan ik niet doen. Hij zit ook niet hierachter. Daar heb ik ook heel veel speculaties over gezien. Van ja, Gio, hij zit hierachter. Nee, hoor maar. Dit is gewoon een dichte goede muur. Je gaat ook niet via hier. Zit er een hendel of iets? Ik heb zoveel gekke dingen gelezen van jullie. Maar nee, ik kan hem helaas niet laten zien, denk ik. Ik denk dat dat echt niet netjes is tegenover de nieuwe bewoners. Oké, ik laat jullie toch een klein stukje zien. Dit is de ingang. Dus ja, er is echt een panic room. Het is donker. Maar waar dit is, laat ik niet zien. Maar het kan echt niet, jongens. Dit was het. Dit is het enige wat ik jullie wil laten zien. Dus het is er echt. Wij gaan lekker slapen, jongens en meiden. Dit was de vlog voor vandaag. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En het is nog 4 dagen tot er iets super gaafs gaat gebeuren. Maar ook nog andere dingen. Maar dat gaan jullie allemaal de komende vlogs zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een hele leuke dag gehad. Wel lekker rustig en chill. Maar jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.